Dus ik zit dan omgekeerd op die man. En die heeft echt zijn gezicht in mijn, tussen mijn billen geduwd. Op zijn. Ah, ik was echt niet goed. Ja, ik kan geloven dat het niet prettig is. Nee. Wat doe jij als stripper? Wat betekent het om een stripper te zijn? Waar ik werk is stripper zijn eigenlijk vooral exotic dancer zijn. De term strippen komt vooral van het feit dat wij topless dansen voor onze klanten. Ook als we lapdances geven bijvoorbeeld. Ik heb shifts van 8:30 ongeveer en ik dans heel veel over die hele nacht. Ik beschouw mezelf eigenlijk als een danseres. Oké. Ja. Hoe ben je begonnen met strippen? In maart 2020 begon COVID en ben ik mijn job verloren. Mijn oplossing was toen om online sekswerk te doen. Dus ik had toen een OnlyFans waar ik meer dan een jaar mee bezig ben geweest. Maar dan hervat het actieve leven en een OnlyFans is echt een enorm onderhoud. Dus ik ben daar dan gewoon mee gestopt. Maar ik miste dat wel een beetje uiteindelijk, want dat lag mij wel. En wanneer ik dan toch een extra nodig had, financieel, dacht ik van ja, waarom nog zou ik eigenlijk niet gewoon in een stripclub gaan werken? Ik denk dat dat mij echt wel ligt. En dus ik ben gewoon echt gaan aankloppen en van hallo, mag ik hier werken? En dan was het dus van wanneer mogen we beginnen? Voilà. Heel kort. Nice. Hoe voelt je zo mentaal als je aan het strippen bent? Ik voel me altijd heel fierce, heel sterk, heel mooi. En ik denk dat dat de beste woorden zijn om het te beschrijven. Elk meisje heeft echt wel haar krachten. En bij mij is dat op scène staan. Ik hoor dat ook van mijn klanten. Dus als ik gedaan heb, dan wordt er heel vaak keiveel geklapt voor mij. Daarna gaan klanten ook tegen mij zeggen van amai, jij bent echt, we zien dat je daar graag staat. Ik voel me echt tussen haakjes een ster. Ja. Als ik dans. En dat is heel leuk. Ja, dus het is een ego-trip, sowieso. Dat kan ik wel geloven om dat je daar aan te beschrijven. Ja. Raak je opgewonden tijdens het strippen? Ik doe het nu een beetje meer dan een jaar al en het is zeker al, denk ik, misschien 2 keer gebeurd of zo dat een klant een impact kon hebben op mij. Ja. Maar ja, tot daartoe eigenlijk, tot nu toe. Word je goed betaald als stripper? Ik werk maar als extra. Ik verdien ongeveer €500 per week. Dus op een maand heb ik al €2000 ongeveer. Dus moest ik elke dag werken en elke dag verdienen wat ik op één avond verdien, ja, dan zitten we wel aan een heel hoog niveau. Is jouw visie ten opzichte van mannen veranderd sinds dat je stripper bent? Nee, ik denk niet dat mijn visie is veranderd van mannen. Dus niet dat ik nu meer mannen ga haten of zo, sowieso niet. Maar in zo'n club besef je wel ineens hoe mannen eigenlijk zijn als ze meer vulnerable zijn. Sorry, ik ken dat woord niet in het Nederlands. Ik weet niet kwetsbaar? Ja, meer kwetsbaar zijn. Mannen stellen zich echt wel eigenlijk heel bloot aan onbekende vrouwen die naakt voor hen staan, blijkbaar. Heel vaak geloven ze echt wel die fantasie die wij verkopen. En denken ze echt dat er meer is en dat er echt wel kans is dat we elkaar buiten de club gaan zien. En dat er misschien iets ontstaan is en dat we misschien een beetje verliefd zijn of zo. Maar ja, wij zijn echt wel gewoon onze job aan het doen. Misschien doen we die heel goed en verkopen we de fantasie heel goed. Maar dat is ook wat het is. Het blijft een fantasie. En ik blijf dat altijd grappig vinden hoeveel mannen daar eigenlijk in trappen. Oké. Beschouw je jezelf als een sekswerker? Ik ben een sekswerker, ja. Dat zeg ik luid en duidelijk. Ik heb geen seks met mijn klanten, maar bedoel, de hele intimiteit rond, het feit dat ik half naakt ben. Ik wind mannen op, duidelijk. En dat is mijn job. Dus ja, ik ga daar geen doeltjes om vinden. Ik ben een sekswerker, ja. Okay. Wat vind je vrienden en familie ervan dat je stripper bent? Mijn vrienden hebben daar denk ik geen probleem mee. Die zijn al naar mij komen kijken ook en zo. Er is ja, 1 persoon in mijn familie die er echt last van heeft. Die heeft ook 3 kleine kindjes. En die is denk ik een beetje bang voor de impact dat dat zou kunnen hebben op haar kinderen. Maar voor de rest, ja, het is geen geheim voor mij. Als er klanten zijn die jouw grenzen niet respecteren, hoe ga je daarmee om? Ik ben daar heel streng mee. Ik geef hen eigenlijk altijd 2 kansen en de 3e keer is het gedaan. Ik ga nu een VIP-sessie als voorbeeld geven. Dat is 1/2 uur. Zij betalen daar €150 voor. Dat kan soms babbelen zijn, dat kan soms dansen zijn. Soms is dat dan echt een lapdance. Ik begin zo'n sessie altijd meteen door te zeggen, we gaan niet kussen en je mag me ook niet aanraken tussen de benen. Maar er zijn klanten die dat toch altijd gaan proberen. En dus als een klant me 2 keer probeert te kussen, dan ga ik de 3e keer zeggen, nu is het gedaan. Dus dat sta ik ook echt op.
En dan ga ik echt weg. En ik ga ook beneden gaan laten weten aan mijn collega's, van ik ben weggegaan van die man, hè, zodat ze dat weten. Die mannen gaan nooit klagen. Omdat die, ze gaan niet klagen. Die weten dat die te ver zijn gegaan. Ah ja, dus die gaan nooit zeggen van ik wil mijn geld terug, ik heb hier niet gekregen wat ik mocht krijgen, want ze wisten het. Wat ik u nu vertel is ook echt nog maar, denk ik, een keer gebeurd of zo. Hè, op een beetje meer dan een jaar tijd. Dus zo vaak gebeurt dat niet. Hè. Heb je je al in gevaar gevoeld tijdens je job? Ik heb één keer een gesprek gehad met een klant en die klant had het dan over een verhaal waar dat hij eens in een club had gehoord dat een meisje gewoon werd doodgeschoten in de VIP. Dus dan had ik al zoiets van, oké, bedankt voor dit info. En dan vroeg hij daarna of we samen naar de VIP konden, dus ik voelde mij misschien op dat moment niet heel op mijn gemak misschien. En daarna vroeg diezelfde klant ook aan mij of wij golden showers deden. En dat is als je pipi doet op iemand? In dit geval heb ik gewoon gedaan van, nee, helaas. Het is niet dat ik mij niet echt een gevaar voelde, maar zeker niet op mijn gemak, gaan we zeggen. Oké. Ja. Heb je enkel contact met mannen? 95% van onze klanten zijn zeker mannen. Er komen ook vrouwen binnen, maar elke keer met andere ideeën. Soms zijn het gewoon vriendinnen of een bachelorette party en ze willen wat plezier hebben. Soms is het de partner van een van de mannen en die daar misschien zelf een beetje tegen haar goesting zit. Maar soms kan een koppel echt komen in de zin van wij komen hier met het idee om elkaar wat op te winden en zo, om erna misschien naar het hotel te gaan. Dan heb je soms ook lesbische klanten of biseksuele klanten en die gaan er echt voor. Zoals mannen dat doen. Dus ja, vrouwen, daar kom ik zeker ook mee in contact. Oké. Stel, je hebt een zoon of dochter, zou je dat dan aanraden als job? Moest mijn dochter of mijn zoon later interesse tonen in die job en mij meer info vragen erover en het potentieel misschien zien zitten om dat eens te proberen? Ja, doe maar. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat zolang je het niet hebt geprobeerd, kan je het niet weten. En wie ben ik om hen dat te ontnemen? Mm-hmm. Wat is dus de beste en slechtste ervaring dat je al hebt meegemaakt tijdens het strippen? Het ergste dat ooit is meegemaakt. Dus wat je moet weten is, als je bachelor parties doet bij ons in de club, dan nemen we die man op scène en gaan we 2 liedjes lang voor hem dansen. We kleden die uit, we doen zijn riem af, we doen zijn riem zo rond zijn nek. We gaan op hem zoals een paard. En vaak zijn die heel gegeneerd. Vaak durven die gewoon niet bewegen of zitten die hier zo'n beetje te zweten en zijn ze een beetje verlegen, gaan we zeggen. Maar één keer heb ik het meegemaakt dat een klant echt, die begon met overal echt te betasten, te bepotelen, maar het werd echt gênant. Die probeerde echt zo zijn vingertippen in mijn slipje te doen. Ik voelde mij echt niet op mijn gemak. En op een bepaald moment in die dans doe je zo'n pseudo 69 eigenlijk. Dus ik zit dan omgekeerd op die man. En die heeft echt zijn gezicht tussen mijn billen geduwd. Op scène. Ah, ik was echt niet goed. Dus dat is echt een moment waar ik daarna even naar boven ben gegaan in de kleedkamer. Ik moest even kalmeren. Ik had eigenlijk tranen in mijn ogen. Ik was er eigenlijk niet goed van. Ik moet zeggen dat ik was helemaal ondersteboven op dat moment. Dus dat was denk ik mijn slechtste ervaring tot nu toe. Ja, ik kan geloven dat het niet prettig is. Nee, ja. Ja. Hoe ik het dan versta, van, is het hele van je verkoopt seks, maar je hebt geen seks? Dat is een keuze die je zelf hebt gemaakt? Of is dat iets dat gewoon niet wordt toegestaan in die club? Dus eigenlijk is er een vrij strikte wet. Als je alcohol verkoopt, mag je niet prostitueren. Als dat wordt gedaan, is dat heel vaak on the down low. Dus in sommige bars en zo wordt er wel iets gedaan achter de schermen, maar dat wordt echt wel verzwegen of dat wordt niet open en bloot gezegd. Mm. Onze club is daar heel streng op. Wij prostitueren niet. Dus wij halen zelf ons onderbroekje. Eigenlijk mogen wij dat niet afdoen. Ik mag niet volledig naakt zijn met mijn klanten, dat mag ik niet. Mm. Dus we verkopen inderdaad, zoals je zegt, verkopen we wel een beetje het idee van seks zonder seks te hebben. Mm-hmm. Ja. Hoe heeft deze job invloed gehad op jou als persoon? Ik denk dat het mij in zekere zin meer empathisch heeft gemaakt. Er wordt vaak gezegd over strippers dat wij therapeuten met een string zijn. Omdat wij soms 2 uur in een VIP met een klant zitten en die willen echt gewoon babbelen. En dan praten die over hun leven, over hun persoonlijke problemen, over hun vrouw en dergelijke. En je moet er maar zijn, je moet horen, je moet interesse tonen, je moet de juiste vragen stellen. Ik heb er dus zeker veel uit geleerd, eigenlijk. Oké, dank je wel. Met plezier. Dank je voor je vragen. Ik heb onlangs gelezen dat strippers de best financial forecasters zijn. En dat is echt zo. Want het is momenteel echt een enorme financiële crisis, geloof mij. Oké, amai. Ja.